Het is de 15e editie van Kunstbende en dat is geëvolueerd in die zin dat dat vroeger de provincies waren die dat organiseerden. En nu is dat eigenlijk een heel groot netwerk van heel veel jongeren en cultuurorganisaties die samen ervoor zorgen dat er elk jaar opnieuw 11 voorrondes over heel Vlaanderen en Brussel worden georganiseerd en een grote finale zoals hier vandaag in de Warande. Er zijn grote namen uit voortgekomen. Ik heb een klein Balthazar groepje leren kennen ooit. Toen waren ze met 3 nog maar. Dat waren allemaal een soort van broekies en snotneuzen. Als je ziet waar die de dag van vandaag staan. En wij zagen heel snel dat jongeren verder dan dat evenement kijken. En ook daarnaast en daarbuiten van alles met Kunstbende willen doen. Dus we zijn heel erg bezig geweest de afgelopen jaren met de community rond Kunstbende uit te breiden. Dus we zorgen heel erg voor dat de bende in het woord Kunstbende, dat dat ook heel veel aandacht krijgt. Omdat dat hetgene is waar dat je voelt van dat de grote trekkingskracht en de stuwende kracht achter Kunstbende eigenlijk zit, dat het van de jongeren is. En dat we dus ook verder dan dat ene momentje van die voorronde of die finale moeten kijken. Maar eigenlijk een heel jaar als een continue gebeurtenis in het leven van jonge mensen kunnen aanwezig zijn.